loop dan bij weg naar zee. En jongeren bespreken problemen. Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe uitzending van het 10 minuten jeugdjournaal. Er komen hulpdammen bij weg naar zee. Dat heeft openbare werken minister Rabin Parmisser vanmorgen aan de bewoners daar verteld. Door de hevige regens van de afgelopen dagen en de hoge waterstand is de dam op enkele plekken doorgebroken. Bewoners die gevaar lopen zijn geëvacueerd. Ze zijn voorlopig ergens ondergebracht. Door de extreem hoge waterstand de afgelopen periode is de dam gisteravond de weg naar zee doorgebroken. Hierdoor is dit gebied achter mij onder water gelopen. De volwassenen en kinderen moesten gisteravond hun huis ontruimen. Nu regent het weer en de verwachting is dat de waterstand vanavond weer zal stijgen. Well, I live here about 4:30. And I come this morning back home. And when I come, I see your place flooded with water. My son phoned me and tell me if the house get water inside. I told him I don't know. I don't know yet. But when I come home, I phone him and tell him, yeah, man, I don't have no place to go. I'm out here. Now my clean say a camera and I'm cooking now. Can you show me there? Ja, mijn huis was onder water en alleen water en zo. En ik kon niet slapen, want dat geur was in mijn huis. En dingen, het geeft de geur. Je kan bijna niet slapen. Alle soorten dingen, rennen, slangen en zo. Oké, en hoe hoog was het? Tot mijn knie, ja. Okay. Mijn balkon was wel ook onder water. En het was ook tot mijn knie. En ik dacht dat het water zou weggaan, maar vandaag hoorde ik en ik hoorde dat vandaag het meer zou komen. Dus daar dacht ik wat ik moest doen. En nu zit ik eraan wat ik nu moest doen. En mijn moeder en mijn vader zijn ook thuis en ze denken ook eraan. Oké, okay. Maar hebben jullie maatregelen getroffen als het later weer komt? Wat hebben jullie gedaan? Mijn moeder heeft gezegd, ze zoeken nu naar iets om te doen, maar we vinden wel iets. Maar ik heb gezegd, we moeten wel iets eraan doen. De bewoners zijn boos omdat dit niet hoefde te gebeuren. De dam bij weg naar zee zou allang aangepakt moeten worden. Maar dat werd steeds uitgesteld. Vooral de boeren hebben het moeilijk, omdat hun gewassen allemaal doodgaan door al dat overtollige water. De OW-minister vraagt de bewoners ook om hulp in deze situatie. Verder gaan we langs de Brandimakkaweg ook verder werken hier. Want langs de Brandimakkaweg is de dijk ook kapotgeslagen, de nooddijk is kapotgeslagen, ook gisteren als gevolg daarvan. En daar gaan we op minimaal 2 plaatsen ook bezig zijn om dat aan te pakken. We hebben medewerking moeten vragen om een stukje meer land in wat te komen. Want aan pal naast de zee gaat ons niet helpen. Het gaat ons enorm 10, 20 maal meer geld kosten en door de kracht van het water gaat het binnen de kortste keren ook kapot. No minister Konja voor actie baka. Voor om een diwampis grond baka. Adona uno en minister leggen zo even. Even nog die grond, de mouw teka grond voor je bouw, want het slapper dijk. Taka water voor je nu kan zoomen. Hier bij het gemeenschapscentrum Weg naar Zee zijn de mensen gisteravond ondergebracht. Ze mogen hier baden, slapen en eten. Maar ze weten niet hoe lang ze hier gaan blijven. Pas wanneer alles veilig is, mogen ze weer naar hun eigen huis. Als jij mag bepalen, wat wil je dat ze moeten doen? Zij moeten doen dat ze dat dijk moeten weer opnieuw maken. En ik wil dat ze dat de ding hier niet weer moet gebeuren. Ik hoop dat het water niet meer komt en ik hoop dat het ook geen storm of regen is, zodat het water weer hoog kan worden. De minister heeft beloofd dat ze nu zullen werken aan voorlopige dammen
En dat het volgend jaar, ongeveer begin volgend jaar 2016, zullen komen met de echte dammen. Inmiddels worden graafmachines ingezet om de hulpdam te bouwen. Het is een noodoplossing, maar hopelijk helpt het tegen de grote golven van de zee. Deze golven worden vanmiddag al verwacht. Nu nog hopen dat de hulpdammen sterk genoeg zijn om het water tegen te houden. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, houdt alles goed in de gaten. We moeten beter naar jongeren luisteren. Dat zegt de baas van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. Aan het begin van deze maand sprak hij met 300 jongeren over de hele wereld. Met elkaar hopen ze dit jaar afspraken te maken over hoe ze armoede kunnen bespreiden, het milieu kunnen verbeteren en de toekomst voor jongeren zo goed mogelijk kunnen maken. Kindercorrespondent Taco Rietveld was aanwezig tijdens het Jongerenforum van de Verenigde Naties en maakte het volgende verslag. Dit is het VN-hoofdkwartier in New York. De plek waar politici en wereldleiders hun plannen maken en beslissingen nemen. En vandaag is een speciale dag, want zij gaan luisteren naar jongeren. En natuurlijk is de kindercorrespondent erbij. My name is Tandue and I'm from Zambia. My name is Emma Strother and I'm from the United States. Ik ben Saya. Ik ben Yield en wij komen uit Nederland. My name is Don Singh and I'm from Burma. My name is Tapio Makupo from Zimbabwe. You are part of the largest generation of youth in history. They should be listening to us because we're the ones that have been affected the most. We're the ones that feel how it feels to not to go to school, to be hungry. The world needs to hear more young voices defending our only planet Earth. The United Nations is mostly older men, and that is true of many institutions in this country and of international cooperation. You have the legitimate right to challenge your leaders. They should listen to the youth because sometimes their generation is the long-term generation, and we understand our generation. I have to speak for other children who cannot be here at this event. So it's like I'm a voice to the voiceless. We need the power of young people all over the world in rich and poor countries. De VN die luistert op dit moment naar jongeren, maar ze kunnen ook, behalve wat luisteren, ook de jongeren misschien meer zelf laten doen. Dus meer macht geven in hun eigen hand. Dus dat de jongeren, ja, ik noem maar wat, een speciale zetel krijgen. Dat zou ideaal zijn. I believe this is the time to engage young people. This is the time to tell to young people. It is your future. Take it in your hand. And so today is the day for us to decide to be on the right side of history and act. Just why don't you do this for us? This is after all our world. And I'm working for you, and let us work together to make this world better for all, where nobody's left behind. I thank you very much for this opportunity. Dat was voor vandaag. Fijn weekend en tot maandag. Doei!